We hebben in Nederland zeker 200 soorten rhododendrons. Deze bloeien allemaal in verschillende periodes. Wat erg belangrijk is, is dat na de bloei je de dode knoppen gaat verwijderen. Die dode knoppen, die nemen ontzettend veel voeding op. Dus haal je ze weg, kan je die voeding gebruiken voor zijn nieuwe knoppen volgend jaar. Als je geluk hebt, kan die ook dit jaar nog een keer bloeien. Je ziet dat er alweer jonge ogen op zitten. Je ziet, je hoeft het ook niet met een snoeischaar te doen. Hè? Het breekt dus heel makkelijk breekt het af. En het gebeurt net iets boven de nieuwe oog. Nou, je ziet, het is vrij veel werk. Dus ik ben nog wel even bezig.